In zijn ambtswoning in Jakarta ontvangt de Nederlandse hoge commissaris de heer Hirschfeld de minister-president van Indonesië Mohammed Hatta. Het is de dag waarop het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger ophoudt te bestaan. Verder zijn aanwezig Haji Agus Salim en vele andere vooraanstaande gasten. Voorts een deputatie van het KNIL. De aanwezigen worden toegesproken door de legercommandant, generaal Buurman van Vreden. Excellenties, generaals, dames en heren. Straks zult u het opheffingsbesluit horen voorlezen, waarmede een einde wordt gemaakt aan het bestaan van het KNIL. Wat dit voor ons, KNIL-militairen, betekent, wie leven zo hecht verbonden was met dit leger en dit land, zal voor ieder begrijpelijk zijn. De generaal richt zich speciaal tot de KNIL-deputatie. Gij zijt een vertegenwoordiging van het KNIL, in al zijn rangen, landaarden, wapens en diensten. En daarom is mijn dank voor de toewijding, plichtsbetrachting en trouw die u steeds aan mij heeft getoond, niet alleen tot u persoonlijk, doch vooral gericht tot het gehele KNIL door u hier vertegenwoordigd. Ik wens u het allerbeste toe voor uw verdere leven. De legercommandant herhaalt zijn toespraak in de Indonesische taal. Seperti saya telah katakan dalam pidato radio saya kepada semua militer KNIL, saya yakin bahwa dimanapun tuan-tuan berada dalam pekerjaan selanjutnya, tuan-tuan memperlihatkan di sana sifat-sifat baik yang sama itu. Nadat het koninklijk besluit is voorgelezen, spreekt de hoge commissaris. Met de opheffing van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger brengen Nederlanders en Indonesiërs in gezamenlijk overleg een moeilijke taak tot een goed einde. Persoonlijk kan ik getuigen dat aan beide zijden geduld, tact en beleid nodig zijn geweest te voldoen aan hetgeen onze beide regeringen ter ondertafelconferentie waren overeengekomen. Het strekt tot voldoening dat wij ons doel hebben bereikt en dat wij vandaag een belangrijk hoofdstuk in ons beide geschiedenis op waardige wijze kunnen afsluiten. Aan het slot van zijn reden deelt de heer Hirschfeld mede dat het... Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u, generaal Buurman van Vreden, bij hoogte derzelfde besluit van 18 juli te bevorderen tot groot officier in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden en u, generaal Van Langen, benoemen tot ridder in de orde van het Nederlandse leger. Daags voor deze bijeenkomst had op Menteng Pulo bij Jakarta een eenvoudige plechtigheid plaats. Aan de voet van de vlaggenmast op dit erekerkhof legde generaal Buurman van Vreden een krans. De Nederlandse legerstrijdkrachten in Indonesië namen hiermee afscheid van hun gesneuvelde kameraden.